Met de 31ste landstitel op zak begint Ajax onder leiding van Frank de Boer aan het seizoen 2012-2013. Vertongen, speler van het jaar in het seizoen daarvoor, heeft Amsterdam verruild voor Tottenham Hotspur. En ook Anita en Van der Wiel verlaten de club. Mooisander wordt aangetrokken, Schöne, Paulsen en Babel worden transfervrij gehaald. En onder meer Dijks, Fischer en Klaassen zijn vanuit de jeugdopleiding aan de selectie toegevoegd. De opening van het seizoen om de Johan Cruijffschaal wordt in de Arena gespeeld en gaat tussen Ajax en PSV. Fischer en Dijks debuteren. Het begin van Ajax is zwak en daar profiteert PSV van. Gevaarlijk in de lucht en Toivonen is de man van de kopbal. En de voorsprong in de derde minuut van de wedstrijd is daar door Ola Toivonen. Lens. Lens is snel. Sneller dan Blind. En Lens is slimmer dan Vermeer en de hele verdediging van Ajax. Theo Jansen. Goed kopbal, Alderwereld. En zo, eigenlijk tegen elke verwachting in, heeft Ajax toch nog net voor rust een doelpunt te pakken. Willems gaat hier goed door. En dan is daar opnieuw de treffer van Ola Toivonen. Özbilis. En een eigen doelpunt. Marcelo, die zit er wel lekker in, daar niet van. En Wijnaldum tekent nog voor de eindstand van 4-2. PSV wint dus de Johan Cruijffschaal, maar ruim een week later kan Ajax een tikje teruggeven. PSV verliest zijn eerste competitieduel en Ajax kan daar tegen AZ van profiteren. Met de inmiddels vertrokken Vertongen op de tribune gaat Ajax flitsend van start. Serrero en de ruimte aan de rechterkant. Van der Wiel. Oh, wat geweldig wat Gregory van der Wiel doet! Hij besliste tijdens het afgelopen seizoen in de voorlaatste wedstrijd min of meer het kampioenschap met de winnende uit bij FC Twente. En hij opent de nieuwe competitie met een onbedaarlijk harde knal van een enorme afstand. Alderwereld. Ja, de rolverdeling blijft toch Ajax voornamelijk aan de bal. En dit is een prachtig balletje op Anita. Die kan zorgen voor 2-0, maar die tilt die bal zo in de handen van Esteban. Ajax heeft het beste spel, maar na rust krijgt de thuisploeg te maken met een Amerikaan. Altidor. Fopt Alderwereld. Komt dit de eerste mogelijkheid voor AZ? Is dat meteen een goal? En wat voor een Josie Altidor. Het is de derde minuut na rust. Het is de eerste serieuze kans voor AZ. Altidor. Komt bijna op een identieke positie uit en maakt 1-2 en doet dat in pak een beet 3 minuten tijd. En draait deze wedstrijd volledig op zijn kop. Jansen, dat is een mooi balletje. Het hoogstandje is van Lukoki, het tweede hoogstandje ook en de goal is van Sigurdsson. Zo zeg. Het blijft 2-2 en zo maakt Ajax dus ook in de competitie een valse start. Een week later gaat Ajax op bezoek in de Goffert, waar het kwik 35 graden aantikt. Schöne is weer even terug op zijn oude nest en start in de basis. Zijn oud-teamgenoten lijken het meest bevangen door de hitte en Ajax heeft een makkelijke middag. En nu is het raak. Lukoki scoort omdat NEC klungelt in de opbouw. Eriksen doet dat goed. Maakt hij geen overtreding, dan is het 2-0 voor Ajax. Alderwereld. Eriksen vraagt om de bal. Dit kan ook Sana, geen buitenspel. Dan kan het zomaar al 0-3 worden. En dat wordt het ook op prachtige wijze. Wat een vrijheid. Jansen. Maar de schieten. Theo Jansen. En die gaat erin. Omdat ook Babels nu al fouten gaat maken. Eriksen vrij, kan hij hem verlengen op Sana. Oh, hij wil het heel mooi doen. Dat lukt net niet, maar dan gaat hij er alsnog in. Via de kluts krijgt de jonge doelpunt achter zijn naam. Breuer komt hem voor en die gaat erin. Het is Nuitink die scoort. Oh, die scoort op de weg. Nuitink.
Het is 1-5. Eriksen terug op de Jong. Nee, het is geen buitenspel. Nou, hij heeft Sana nog naast zich. En die maakt zijn tweede en Ajax zesde. Aanwinst mooi Sander, start vervolgens in de basis tegen NAC en bewijst meteen zijn waarde nadat de Jong Ajax al op voorsprong had gebracht. Sana, Serrero en opnieuw de Jong bepalen de eindstand op 5-0. En dat is toch een prachtig debuut voor Niklas Moisander. 11e minuut. En hij heeft zijn eerste voor Ajax al binnengekocht. Het Heerenveen van Marco van Basten is de volgende tegenstander. De toeschouwers in het Abel Enstra stadion krijgen een waar spektakel voorgeschoteld met een hoofdrol voor Serrero. Boerichter gevonden, die sneller is dan Gianni Zuiverloon. De voorzet mag het er ook zijn van Boerichter. Schöne hier nog. Serrero, het schot is van richting veranderd en dan is er geen houden aan voor Nordveld. Ajax staat met 1-0 voor in de 13e minuut. Tulani Serrero. Serrero, wordt het nu al 0-2? Ja, het wordt... Nee, de paal! De Jong in de nastoot en dan staat Nordveld goed. Appel is er voor Hens. Legt iemand de stip? Ja, het is zijn gezicht. Geen Hens. Het is het gezicht van al de wereld. Djuricic, zo! Onbesuisd ingeschoten door Filip Djuricic. De Jong en de lat. Geen fijne bal dit voor Vermeer. Vermeer, ja, nu gaat hij er wel in natuurlijk. Want het is raak via Finn Bogason. Wat een belabberde bal voor Kenneth Vermeer. Hier is Finn Bogason. Doelpunt. Wat laat Ajax zich hier dan toch verrassen. Serrero loopt weg uit de rug bij Zomer. En nu is hij hem helemaal kwijt. Serrero 2-2. Na anderhalve minuut in de tweede helft maakt Serrero dan alsnog zijn tweede. Djuricic. Wat een tackle is dit. Een Zuid-Afrikaanse tackle van Serrero met een rode kaart tot gevolg. Van Boekel kan hier niet veel anders doen. Hier bijna Finn Bogason. Vermeer net op tijd. Vermeer met de redding. Valpoort. Weer Vermeer. Dat zijn drie reddingen in één. Kans Valpoort, weer Vermeer. Tjonge jonge, wat staat die goed te keepen. Opnieuw puntenverlies dus voor Frank de Boer en de zijnen. Tegen RKC start routinier Paulsen op het middenveld. Naast landgenoten Eriksen en Schöne. Voor het thuispubliek worden er geen fouten gemaakt. Schöne opent te scoren. Eriksen. Goed gecombineerd en een pracht van een treffer. Dat is dan de bevrijding en die komt van de voet van Lasse Schöne. Vlot en langs gecombineerd en prachtig uitgehaald. Ook Babel maakt na 5 jaar afwezigheid zijn rentree in het Ajax shirt. Dat is toch mooi. Nog geen bal getrapt en nu al zo populair. En ook hij is meteen van waarde. Babel. Ja, krijgt de bal nog goed voor. Lukoki, daar staat ook nog Blind en gaat hij erin. En hij telt ook. Ajax speelt door de week in de Champions League tegen Dortmund en verliest met 1-0. Daarna wacht de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen ADO. En ook daar heeft Ajax het moeilijk. Vermeer kan er niet uit en nu zit hij er wel in. En wat eenvoudig valt de goal van ADO Den Haag. Na rust is Ajax beter en maakt Babel gelijk. Grote paniek, de goal komt van Ryan Babel. Ajax blijft ongeslagen, maar verliest opnieuw 2 punten. Eind september ontmoet Ajax FC Utrecht in de tweede ronde van de beker. De Amsterdammers winnen eenvoudig met 3-0. Sana, maar dan is Babel daar die hem weer oppikt. Sana krijgt hem voor zijn voeten. Sana die schiet en het is 1-0 voor Ajax. Geklummel achterin bij Utrecht en Ajax op voorsprong. Babel kan 2-0 maken. Babel maakt 2-0 voor Ajax. Het is kinderlijk eenvoudig en binnen het kwartier staat Ajax al op een 2-0 voorsprong in de Galgenwaard. Sana. Babel krijgt die bal. Die geeft hem goed mee. Daar is de derde voor Ajax.
Het gaat kinderlijk eenvoudig. Eriksen scoort en de wedstrijd lijkt nu al beslist. En dat is hij ook. De zaterdag daarna komt de nummer 1 van dat moment naar Amsterdam. FC Twente heeft 6 punten meer dan Ajax en dus is het een belangrijk duel. Pas in de tweede helft wordt het echt interessant. Goed gespeeld. Babel, Eriksen en daar is doelpunt voor Ajax. Christian Eriksen breekt de band. Een wedstrijd die zo op slot zit, vooral voor Ajax. En dan ligt Babel hem panklaar eigenlijk. Heerlijk geraakt door de Deen, buiten bereik van Michailov. De goal van Eriksen blijkt de winnende en het gat wordt verkleind tot 3 punten. Maar dan breekt oktober aan en verzelt Ajax in een heuse herfstdip. Na een 4-1 verlies tegen Real Madrid wacht Utrecht thuis in de Eredivisie. Eriksen, daar is Lukaku. Voor de eerste keer snel gegeven, het is 1-0 voor Ajax. Dat kon ik al zeggen voordat hij erin lag, omdat deze echt niet te missen was. Bal van richting verandert in een eigen doel. Scoringsleden. Dat gebeurde voor rust al bijna. Ajax krijgt kansen genoeg, maar de bal wil er maar niet in. Opnieuw een gelijkspel dus voor de ploeg van Frank de Boer. En Babel op de paal. 2 weken later wacht Heracles dat, net als Ajax, aanvallend speelt. Schöne zet Ajax op het goede spoor. Dat is goed. Pas weer. Ingetikt in eigen doel. Door Rienstra. Kansa. Nu 2 man vrij. Ook Schöne vrij. Nu is hij weer bij het een en ander betrokken. Geen doelpunt. Wel een doelpunt. Nu moet het gebeuren. En het gebeurt er. Het is 2-1. Maar Ajax scoort niet. Nu dan. Ajax scoort wel. Het is gelijk het antwoord hier van Zala. Bruns. Bruns. Ja, dat is wel 3-2. Luis Pedro. 3 minuten extra. Luis Pedro. 3-3. Hoe is het mogelijk? 3-3. Een spektakelstuk in Almelo. Wat een avondje. Eind oktober wordt de eerste klassieker in de Kuip gespeeld. Ajax heeft midweeks goede zaken gedaan door in de Champions League te winnen van Manchester City. Feyenoord en Ajax staan beide inmiddels op 15 punten van de koploper. Babel. Wie valt hem aan? Voorlopig niemand. Eriksen. Eriksen krijgt hem mee en Eriksen scoort. Het is 1-0 voor Ajax. Christian Eriksen. De verdediging van Feyenoord grijpt steeds niet goed in. Pelle. Verhoek. Verhoek kan zo door. Verhoek moet scoren eigenlijk. Verhoek legt hem breed. Immers. Oh! Alsnog. Ja! En dan is hij het. Boetius. Wat een debuut. Eriksen. De bal verlengd. En dan is het 2-1 voor Ajax. Zit de Jong daar denk ik nog als laatste aan. De bal goed gedraaid. En dan de Jong die bal verlengt. In de 78ste minuut krijgt Ajax een tegenvaller te verwerken. Moisander moet met zijn tweede gele kaart het veld verlaten. Feyenoord ruikt dan zijn kans. Pelle. Zelf Pelle. Wat een doelpunt. En die gele kaart neemt hij met alle liefde in ontvangst. Voor de 6e keer dit jaar moet Ajax de punten delen. De maand oktober wordt afgesloten met de bekerwedstrijd tegen ONS Sneek. Een aantal basisspelers krijgt rust. Een jeugdig Ajax komt pas laat op voorsprong. Dit mag wel verder. Dit mag wel verder. Nou, dit moet afgemaakt worden. Ja, hij is er langs. Fischer. En hij scoort. Vrij gedaan. Daar is de voorsprong voor Ajax dan wel. En zoals doen gebruikelijk bij Ajax, scoort dan een debutant. Dat is een mooie vrije trap. En die zit er mooi in. Denzel. Beslist alles.
Tegen Vitesse zit Moisander zijn schorsing uit en is Denswil zijn vervanger. Vitesse is in vorm en heeft met Wilfried Boni een topschutter in huis. En daar is Boni met de ruimte die hij niet moet geven. Vitesse leidt en Boni breekt met de gewoonte, want hij scoort voor rust. Pas opzij gezet door Boni. Schöne is er ook in de achtervolging kansloos. En dan hier met Ibarra. Vitesse gevaarlijk. Daar is Boni. Dank u wel. Het is 2-0. De eerste minuut van de tweede helft is nog niet eens voorbij. En Boni slaat weer toe. Ditmaal geen 2 punten verlies, maar dus 3. Voor het eerst dit seizoen. Na 11 wedstrijden is Ajax teruggezakt naar de 5e plaats. Met 10 punten achterstand op FC Twente. Na een gelijkspel in de Champions League tegen Manchester City treft Ajax PEC Zwolle. Waar Babel al snel een schouderblessure oploopt. Schop Eriksen. Gemist, maar dan is het alsnog raak hier. Via Alderwereld. Hier gaat het weer mis voor PEC en Fischer maakt het af. Simpele voetbeweging en Ajax staat op 2-0. Victor Fischer. Asiente. En zo heeft Ajax de bal terug en kan het ook misschien meteen gevaarlijk gaan worden via Boerichter. Fischer bij de tweede paal, die zou dan moeten gaan afronden. Hier is de kopbal van Fischer en het staat 3-0. Tweede doelpunt van de wedstrijd voor Victor Fischer. Snel natuurlijk, Jody Lukoki. Fischer meldt zich bij de tweede paal. Hier is Fischer. Van Polen mist de bal. Fischer kan hem terugleggen voor Siem de Jong. En als de bal dan ook nog van richting wordt veranderd, staat Ajax op 4-0. Zwolle komt nog terug tot 4-2, maar Ajax weet weer wat winnen is en klimt naar plek 4. De oktoberdip lijkt te boven als Ajax, dat onder toeziend oog van de immer populaire Jari Liebmanen, ook wint van VVV. Boerichter over de muur en in het doel. Het is 1-0 voor Ajax. 45 minuten, oud VVV. Het heel goed vol, creëert Ajax helemaal niks. Maar de eerste vrije trap, de eerste kans van de tweede helft is meteen raak. Jong, Hoessen en het is 2-0 voor Ajax. Zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax beslist de wedstrijd. En een week later wordt ook gewonnen van Roda, al gaat dat niet makkelijk. Hier gaat Blind in de fout, Nemeth is er met de bal vandoor. Kans voor Huppert, doelpunt! Ajax is sterker, maar Roda staat op voorsprong. Een keer hard schieten. Het wordt toch weer een voorzet. Opgepikt Eriksen. Fischer. Eriksen in de drukte. En dan is het eindelijk gelijk. Na alle gemiste kansen. Alle ruimte hier voor Moisander om een goede voorzet te geven. Waarom kop je niet Schöne? Schöne alsnog. En dan zit hij erin. 2-1 voor Ajax via Lasse Schöne. Wat een merkwaardig doelpunt. In een uitverkochte arena moet Ajax zich vervolgens meten met PSV. Ajax is voortvarend gestart. Als Ajax de hoekschop neemt en tegen de lat wordt gekopt door Alderwereld. Vrijheid voor Fischer en... goeie aanval van Ajax. Boerichter de Jong doorgelopen en Van Bommel. Wil die nou geel? Ja, nou ga je hem krijgen ook. Hoekschoppen zijn vanavond gevaarlijk. Waterman kan hier niet bij. Nu is het raak. Het is raak. Het is 1-0 voor Ajax. En de Jong is de man die raak op. Van Rijn. Fischer laat lopen. Blind. Boerichter. Hard. Waterman. Nu is het eventueel weer makkelijk te dichten. Zo bijvoorbeeld. Zo bijvoorbeeld. Ja, wat een waanzinnige treffer. Weer buitenspel, lijkt mij. Nee, vlag blijft omlaag. Dus Lens schiet ernaast. Wow, Lens. Fischer. Minder opvallend dan voor rust. Maar hier is hij toch sterk door. Fischer, nu de bal voor heeft, is 2-1 voor Ajax. Hoessen tikt de bal binnen. Na goed doorzetten van Fischer. De Jong was de bal kwijt. Marcelo. Mertens. Oh, nou, maak maar af, Fischer. Fischer, 3-1, het is beslist.
Het is beslist. Ajax wint van PSV. En een van de grote mannen is de jonge Fischer. Ajax lijkt zijn goede vorm weer terug te hebben en laat het ook thuis zien tegen FC Groningen. Nadat de Jong in de 14e minuut een penalty mist, zet Boerichter zijn ploeg op voorsprong. Hoessen legt af op Boerichter en daar is de 1-0 Boerichter. Het zat eraan te komen en daar is hij. Opnieuw een penalty. Schöne mag het nu doen en doet het beter, 2-0. Dankzij deze overwinning stijgt Ajax opnieuw een plekje op de ranglijst. En de Amsterdammers reizen als nummer 3 af naar Tilburg voor de confrontatie met Willem II. De Jong. En De Jong. Oh, die gaat erin omdat Meul zich daarop verkijkt. Een misser van de doelman. Het is uiteraard Siem De Jong van harte gegund. Knap actie van Moisander. Veeman is die kwijt. En nu is Boerichter weg. Boerichter, Meul. Op het randje, Hoessen profiteert, het is 0-2. En op deze manier wordt het Ajax wel erg makkelijk gemaakt. Maar Willem II komt nog terug tot 2-2. Guit, daar is 1-2. Nou, dat wordt toch wat op deze middag. De vlag blijft naar beneden en het staat gelijk. Via Stijn, zo zeg. Ajax raakte gelukkig niet door van slag en loopt dan uit naar 4-2. Lukoki met de beslissing. Nee! Nee, ja! Paal, goal. City, ja, hij zit. Jody Lukoki beslist het duel in Amsterdams voordeel. Vier dagen later treft Ajax opnieuw FC Groningen. Dit keer in het kader van het bekertoernooi. Siem De Jong opent de score. Ja, lekker schot van De Jong, hoor. En een mooie goal. Van toch weer Siem De Jong. De man die overal en altijd, op welk veld dan ook, in welk toernooi scoort. En nu ook breekt hij de score open. Maar de mooiste goal van de avond komt op naam van Eriksen! Wat een goal! Wat een goal van Eriksen. 0-2. Christian Eriksen. Fischer maakt tenslotte nog de 3-0 en zo is Ajax verzekerd van een plek in de kwartfinales. Op zondag 23 december sluit Ajax de eerste helft van het seizoen af zoals het ook begon, met een gelijkspel. In Utrecht wordt niet gescoord, al komt Boerichter nog wel dichtbij met een bal op de lat. Het puntenverlies heeft geen gevolgen voor de ranglijst en zo eindigt Ajax het kalenderjaar als derde en is de achterstand op PSV en Twente geslonken tot slechts 3 punten. In het zomerse Rio de Janeiro bereidt Ajax zich voor op de tweede seizoenshelft. Makkie. Of de voorbereiding goed genoeg is geweest, kan meteen getoetst worden in een grote wedstrijd. Want het eerste duel is meteen de klassieker. Ajax speelt met rouwbanden vanwege het overlijden van clubicoon Wim Schoenvaart. Fischer komt. Fischer moet. Fischer moet. Fischer doet. Ja. We'll be right back.
Rij moet vervolgens na zijn tweede gele kaart het veld verlaten, waardoor de Rotterdammers een uitgelezen kans krijgen om terug te komen in de wedstrijd. Verstok, Vermeer en over Immers. Ja, keepers die goud waard zijn. De zege op Feyenoord levert een dubbele winst op. Ajax is namelijk de enige ploeg in de top 5 die wint. En daarmee wordt het gat met koploper Twente verkleind tot slechts 1 punt. De ploeg van de Boer wordt meteen gezien als favoriet voor de titel. Maar de weg is nog lang en de eerstvolgende horde is Vitesse uit. Eriksen. Schöne kijkt. En de bal van richting verandert. Het is 1-0 voor Ajax. Wat een mazzelgoaltje voor Schöne. Dat is een hard schot. En die zit erin. Jongen. Met nog een klein half uur op de klok lijkt Vitesse in één keer wakker geschud. En zet het een lange eindsprint in. Aangevoerd door Theo Jansen. Het wordt 2-1. Prachtig doelpunt zeg. Van Theo Jansen. Van de Heide. Ajax is de bal steeds weer heel snel kwijt. Vermeer gaat te laat komen. Het is 2-2. Veel gered van Vermeer, maar hier kan hij dan niks aan doen. Paas van Ginkel, geweldig. Blind is er kansloos. Ibarra wordt het 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Achter de verdediging langs gespeeld. Eerst aan de linkerkant, nu aan de rechterkant. En zo heeft Vitesse binnen 2 minuten een achterstand omgewogen in een 3-2 voorsprong. Ajax verliest en loopt in Arnhem tegen de tweede nederlaag van het seizoen aan. Maar 4 dagen later kan Ajax wraak nemen. Dan treffen beide ploegen elkaar opnieuw in de kwartfinale van het bekertoernooi. Vanwege een ander evenement in stadion Gelredome wordt deze bekerwedstrijd gespeeld in het stadion van Emmen. De wraak van Ajax is zoet. Dan is er ruimte voor Lukoki, maar die raakt de bal niet goed. Maar hij komt wel binnen. Hoesen. Ajax op voorsprong. In een wedstrijd die de eerste 6,5 minuut toch al enorm open is eigenlijk. De Jong. Niet lastig gevallen. Dus nu de bal op Schöne. Geen buitenspel. Het is 2-0 voor Ajax. Dat gaat wel heel simpel. Siktorsson. Van Arnold was de bal kwijt. Maar heeft altijd weer snelheid als wapen. Maar ook domheid in dit geval. Penalty. Ja, Siktorsson wilde hem heel graag nemen volgens mij. Maar het is hem op de een of andere manier door tussenkomst van De Jong uit het hoofd gebracht. Schöne gaat dat doen. Korte aanloop. En Room dan de rebound voor Siktorsson. Nou ja, mooier kan het scenario niet zijn. En De Jong kan er ook verschrikkelijk om lachen. 4 minuten later maakt Siktorsson zijn tweede treffer. En zo wordt Vitesse nu wel verslagen. Ajax bereikt de halve finale waarin AZ de tegenstander is. Maar eerst wordt de competitie hervat tegen VVV. Het is 3 februari en carnaval in Limburg. Denswil vervangt de geschorste Mooisander. En tegen de Limburgers kent Ajax geen problemen. Voorzet van Eriksen, De Jong knap zeg. Wat een aanname. En dus een prachtig doelpunt van Siem De Jong. Zijn 8e van het seizoen. De Jong, daar is Schöne. Fischer. En dan is hij raak. Is het 0-2 door Victor Fischer. Fischer, Eriksen, wie schaalt eruit? Het is Boerichter en het is 0-3. Tegen Roda JC maakt Isaac Cuenca zijn officiële debuut voor Ajax. De Spanjaard wordt in de winterstop voor een half jaar gehuurd van Barcelona. En hier komt Roda met een goede counter misschien. Ramzi, Hupperts is hier. Guus Hupperts. Gevoelvol gegeven, Ramzi, en hij zit erin voor Roda, omdat Vermeer ook niet kan keren. Cuenca. En niet langs bij Tamate. De Jong zet Danilo makkelijk weg. Siem De Jong, Danilo herstelt. Cuenca doet hij het zelf, hij legt hem neer voor Blind. En daar is het doelpunt voor Ajax van Daley Blind. En zo staat het 1-1. Na bijna 10 minuten in de tweede helft. De Jong. Eriksen. Fischer. Frommel, Frommel, Frommel. Toch een schot. Siktorsson. De paal.
uit zo'n lastige hoek nog. Ajax-Roda eindigt in een 1-1 gelijkspel. En Ajax verspeelt kostbare punten. Het puntenverlies heeft geen verdere consequenties voor de stand op de ranglijst. Midweeks wint Ajax thuis van Steaua Boekarest. En vol zelfvertrouwen beginnen de Amsterdammers aan het uitduel met RKC. Eriksen. Bal verlengd. Wie maakt hem? Wie maakt hem? Is dat mooi, Sander? Ja. Die staat weer bij de tweede paal te wachten. Eriksen. Dat zijn de benen van Lamy die ze ver uit elkaar staan. Eriksen. Eriksen zelf. Korte hoek. Geweldig doelpunt. Christian Eriksen. Vermeer stopt nog een penalty en Ajax wint eenvoudig. Vier dagen later volgt in Roemenië de uitwedstrijd tegen Steaua Boekarest. Het wordt een slijtaarse slag, want uiteindelijk moet via penalties een winnaar worden bepaald. Ajax verliest en dus moet het geknakte ego in het weekend tegen ADO worden hersteld. Mooi Sander, oh, een slechte paas, zo ingeleverd bij Sherry. Doel is leeg, Sherry schiet en Sherry scoort. Het is 1-0 voor ADO. Sharon Sherry. Ajax krijgt een aantal goede kansen, maar pas in de 85ste minuut wordt er ook één benut. Schot van Schöne en daar is de 1-1. Van Boekel fluit af. Ajax verspeelt 2 punten in de Amsterdam Arena. 3 dagen later kan de eer weer worden hersteld. Op woensdag komt AZ naar Amsterdam voor de halve finale van de beker. De Jong, Fischer en Eriksen beginnen op de bank. Het wordt geen spectaculair duel. Schöne, vrije trap. Bal gaat hier tegen de paal en dan de rebound. En niet in, mooi Sander. En dan nu. Schöne mag nog eens. Dat is een mooie trap. Dat is een mooie trap waar Esteban de nodige problemen mee heeft. Dat mag verder. Al de wereld. En daar is Altidor van dichtbij. Het is 1-0 voor AZ. De eerste mogelijkheid eigenlijk in de tweede helft toch zeker. Maar het is wel raak. Altidor Hens. Niet gezien. Dus mag dit verder. Kan Gudmundsson zo alleen op Sillis af en de wedstrijd beslissen. Dat doet hij. 2-0. Daar gaat dus wel die Hensbal van Altidor aan vooraf. Maar die is niet gezien. Gudmundsson, de invaller, maakt dat af. En de Boer haalt verhaal. Maar dat verhaal zal nooit in zijn voordeel eindigen. Al heeft hij gelijk, want het was Hens. En niet zo zuinig ook. Altidor, geen buitenspel, want hier in het midden loopt ook nog Alderwereld. En dan maakt hij het nog veel erger, zeg. 3-0. Heel fraai. En wordt Ajax qua cijfers ook nog even vernederd. En zegt Blom, dat is dan het einde van de wedstrijd. Ajax ligt eruit. AZ verdient door, want het scoort 3 keer. En dan verdien je de finale. Zo is het. Opnieuw een domper dus voor de Amsterdammers. Er is nog 1 prijs over, de landstitel. En Ajax gaat op jacht. In het Hol van de Leeuw, in een rechtstreeks duel met Twente, kan Ajax goede zaken doen. Mooi Sander. En raak! Ajax, mooi Sander! Ja, keeper, keeper! Tja, hoe kun je hem zo vrij laten? Alderwereld! Tweede van Ajax. Dat is kinderlijk eenvoudig. Je kunt zeggen natuurlijk dat Eriksen die bal erg goed trapt. En dat Alderwereld vrij aardig popt. Maar ja, daarmee is nog niet alles gezegd. Twente achterin. 2-0. Ajax levert dus knap werk in Enschede. Een week later kan bij winst op PEC Zwolle de koppositie worden overgenomen. Schöne, Van Rijn nu rechtsbuiten. Zo kan het ook. Sigthorsson moet een doelpunt zijn. Sigthorsson. En het is een doelpunt. 1-0 voor Ajax in de 19e minuut. En hij scoort weer eens. Balsen, Eriksen, Sigthorsson is voor het doel. Christian Eriksen. Voorzet van Rijn en hier gaat hij, De Jong alsnog.
En zo staat het 2-0. Maar Siem de Jong blesseert zich wel bij zijn doelpunt. En wat doet Ajax in de laatste 10 minuten? Zet het nog een keer aan om er wat doelpunten bij te maken. Of vindt het het wel prima met 2-0? Eriksen versnelt, demareert. Laat Latschman zijn hielen zien. En laat Boerichter dan 3-0 maken. Prachtige actie van Christian Eriksen. Boerichter mag het doen. Ajax wint met 3-0 door doelpunten van Sigthorsson, De Jong en Boerichter. En Ajax is dus terug aan de kop van de Eredivisie. Met nog 8 wedstrijden te gaan staat Ajax voor het eerst dit seizoen aan kop. Maar de voorsprong is klein en de Amsterdammers kunnen zich geen misstap meer veroorloven. Op 17 maart treft Ajax de ploeg die verantwoordelijk was voor de uitschakeling in de beker, AZ. De Jong vertrok, een goede paas zeg. Wat een mooi doelpunt van Ajax. En het is 0-1. Mooi Zander. Schot van Blind is goed en het is al meteen raak. Het is meteen 0-2. Daley Blind. De bal is goed, maar de tijd nog even wordt teruggestapt. En alsnog, ja, het is meteen na rust. Henriksen die scoort. 1-2. Siem de Jong probeert het ineens. Van richting veranderd is het uiteindelijk De Jong die het doelpunt op zijn naam zal krijgen. En 3-1 voor Ajax. Schöne. Hoessen, weer een mooie beweging. Het lijkt echt een kwestie van tijd voordat hij een keer goed valt voor Ajax daar in de kleine ruimte. Of kan Elterdor dan in zijn eentje op een goede paas van Maher nog wat doen? Het zou wel moeten. En hij doet het ook nog! Elterdor! Wat geeft Ajax dat dan makkelijk weg? Maar Ajax weet de voorsprong te behouden en 2 volgende wedstrijden leveren geen problemen op. Eerst wordt NEC met 4-0 verslagen, dankzij onder meer deze schitterende goal van Fischer. Fischer toont zijn klasse in de 77e minuut. Is het dan toch weer de individuele klasse die de doorslag geeft? Babos, daar sta je dan. En een week later boekt Ajax zijn 5e zege op rij tegen Heracles. Al speelt de thuisploeg de tweede helft grotendeels met 10 man. Oh, daar gaat Vermeer denk ik. Kenneth Vermeer, die is te laat. En die heeft in plaats van de bal Castellon te pakken. Vermeer verlaat het veld en Sillissen is zijn vervanger, die meteen zijn waarde bewijst. Het wordt een linksbener. Het is Sillissen die meteen zich met zijn eerste actie onderscheidt. Goeie trap, nu aan de andere kant. Boerichter vanaf links. Daar kan hij normaal gesproken beter uit de voeten. Dan maakt Ajax 2-0. Maakt Ajax 2-0. Ajax maakt 2-0. Sigthorsson nog geen minuut. En nadat Ajax met een man minder komt te staan. En Ajax verdubbelt de voorsprong. Ajax loopt uiteindelijk uit naar 4-1 en gaat in topvorm richting Eindhoven voor de cruciale wedstrijd tegen PSV. De nummer 1 tegen de nummer 2. Het gat tussen beide ploegen is op dat moment 3 punten. Eriksen. De langs. Fischer. Derde mogelijkheid. Schiet over de bal heen. Hij zit er alsnog in. Hij zit er alsnog in. Het feestvarken heet Sigthorsson. Eriksen. Letterlijk van de bal gelopen. Wijnaldum. Hier komt de gelijkmaker aan via Strootman. Strootman legt breed en Lent scoort. En hoewel PSV nog geen kans heeft gekregen in de eerste helft, staat het wel op 1-1. Door gekloei van Ajax komt PSV naast de Amsterdammers. Eriksen. Blind. Eriksen. Geweldig vrijgespeeld omdat de twee PSV'ers dezelfde route nemen. En daarbij wel elkaar tegenkomen, maar geen Ajax-machine. En de goal in de korte hoek. En daarmee maakt Christian Eriksen zijn fout. Die leidde tot de 1-1. Vlak na rust in de 6e minuut van de tweede helft goed. Mertens, de korte hoek. Oh, en die verrast bijna. Sillissen, sterker nog. Die verrast Sillissen compleet. En het staat 2-2. Eriksen. Boerichter. Oh, die is denk ik sneller dan Pieters. Alleen Pieters die aan de verkeerde kant dekt.
Sterker nog, die helemaal niets doet. Gaat zich wel beklagen bij Kuipers, maar die geeft gewoon een goal. En klagen helpt niet. Bij Pieters niet, bij Waterman niet, bij Van Bommel niet en bij Marcelo niet. En Boerichter, die amper 2 minuten op het veld staat, brengt Ajax voor de 3e keer op een voorsprong. Ajax is de grote winnaar van dit competitiewedstrijdweekend. En dat realiseert men zich en in Amsterdam en in Arnhem en in Rotterdam en in Eindhoven. Ajax deelt de mokerslag uit aan PSV. Feyenoord en Vitesse spelen gelijk, waardoor Ajax eindelijk een gaatje slaat en een voorschot neemt op de 3e landstitel op rij. De voorsprong bedraagt nu 5 punten op de nummer 2. Heerenveen is de eerste van de 4 resterende tegenstanders. Nu Eriksen, binnen doorgelopen Schöne. En dan moet er iemand omheen komen. Eriksen zelf, en dan net even te hard voor Van Rijn. Houdt die bal wel binnen, maar de eerste kans is wel weg. Kan nog een tweede komen bij de voorzet van Van Rijn. Jazeker, wat een grote kans zelfs, zegt voor Fischer. Helemaal vrij kan hij de bal binnenkoppen in de 26e minuut. Komt Ajax op voorsprong. Kums. Het komt niet veel voor dat Heerenveen zo lang de bal achter elkaar heeft. En ook nog gevaarlijk wordt. Kums is 1-1. En zeg niet dat Ajax niet gewaarschuwd is. Er wordt niet meer gescoord en dus staat het gezicht van de Boer op onweer. Het wordt nog even nagelbijten voor de Ajaxide. Maar Vitesse verliest en PSV is de nieuwe nummer 2. Ajax reist eind april naar Breda en maakt daar geen fout. Nu dan de kans en dan Terouwelaar en de herkansing voor Sigtorsson. Dan zit hij erin. Ajax snel naar rust binnen 2 minuten op voorsprong. Sigtorsson de maker. De Jong die dan gaat bewegen, ook nu weer. En hij komt bij de bal en het is raak. Het is 2-0 voor Ajax. Het is een trucje wat Ajax dit seizoen al vaker uithaalt. Als Ajax met nog 2 competitieronden te gaan thuis wint van Willem II, is de 32e landstitel een feit. In een volle arena zit de feeststemming er al vroeg in. Dan ben ik ook voor Lars. Het is 1-0 voor Ajax en de doelpuntenmaker heet Kolbein Sigtorsson. De 12e minuut. Ajax komt op een 1-0 voorsprong. Het is zijn 6e pas van de competitie, maar het staat 1-0. Eriksen, gevaarlijke bal. Rare redding van Meul. Geen redding van Meul. Het staat 2-0 voor Ajax. Blunder van de doelman. Onbegrip. Achterin bij Willem II. Ajax verdubbelt de voorsprong. Achterlangs bij Van Buren. Babel, goede voorzet. 3-0. Zo simpel is het. Wat een prachtig doelpunt is dit van Ajax. Het is een flits waarbij Fischer het eindstation heeft. En Ajax in een, nou wat zal het zijn, 2-3 seconden van een balovername op het scorebord komt met de 3e. Eriksen. Verlengd. Ja, die zit erin. Siem de Jong wordt het middelpunt. Verbazing. En lachen de gezichten aan de kant van Ajax. Boerichter. Eriksen. Nu dan. Hoessen. Dat is nummer 5. En zo pakt ook hij een goal mee in deze kampioenswedstrijd. Het kampioenschap van het collectief. Collectief dat zich voor een flink deel heeft weggecijferd. Maar de coach altijd fatsoenlijk en rustig en beheerst reageerde. Waarin nooit werd gemekkerd. Dat collectief heet Ajax en dat collectief wordt nu voor een 32e keer kampioen van Nederland. Uit handen van Robbie de Wit neemt Siem de Jong de kampioenschaal in ontvangst. Nadat de kampioensbanner is gehesen, moet Ajax nog 1 keer in actie komen en dat gebeurt op 13 mei in Groningen. Ajax doet zijn sportieve plicht en wint met 2-0. Sigtorsson opent de score, waarna Danny Hoessen de laatste officiële treffer van het seizoen maakt.
En dan zit het seizoen er recht op.